6-7 minuten over 8. Ze is in de studio. Maggie, goedemorgen. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Hele goedemorgen. Hoe was dat nou, zo vroeg opstaan? Laatst zei je dat het echt heel vroeg ging worden vanwege het uiterlijk en zo. Nou, ik woon heel landelijk, dus ik heb meteen zelf de kip even wakker gemaakt vannacht. Ja. En toen ben ik in de make-up gegaan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, 's morgens vroeg, met mijn leeftijd, ik krijg de wallen niet helemaal weg. Vandaar dat ik een zonnebril draag. Want ik heb wallen, echt waar. Als ik in Amsterdam ben, heb ik echt een tippelvergunning nodig. Van Halsema, maar die geeft alleen vergunning als je demonstreert. Ja. Dus vandaar deze mooie, bescheiden, groenige... Kleur van Nijmegen, hè? Ja, precies. Tenminste, ja, bril, het is wel net alsof je van een feestje afkomt, zo natuurlijk. Dat had eigenlijk gemoeten. Ja, 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 ja. In een coronavrije situatie had ik waarschijnlijk gisteren weer opgetreden. Had ik nou zo gesproken. Ja. En dan had ik nog een beetje, denk ik, naar witte wijn gestonken. Ja. Of naar champagne. Maar is dat dan niet de situatie zo na de roze woensdag? Want wij spraken jou toen. En toen zei je dat er toch wel van alles ging gebeuren. Ik zag dat je op je Instagram dat er toch wel van alles te doen was. Ja, we hebben woensdag inderdaad de talkshow Inside House. En de House of Tom Tom online drag show. Hebben we uitgezonden bij de Regenboog in de Verwelderstraat. Het was behoorlijk druk. Ja? Iedereen hield zich ook heel goed aan de regeltjes dit keer. De vorige keer ging dat helaas een beetje mis. Maar het was behoorlijk druk. Okay. Dus daar was ik ergens toch wel blij mee. Maar ja, als je dan vergelijkt dat je het jaar ervoor gewoon voor 2000 mensen op een groot podium staat met 13 artiesten. Ja, dan is binnen op een kruk verplicht blijven zitten in vakken. Ja, het is het net niet, hè? Nee. Maar hoe is dat dan nou met de Vierdaags? Want je hoeft helemaal niks te doen. Nee, de shows hebben we een week van tevoren opgenomen. Normaal hadden we gewoon 6 weken repetities en kleding uitzoeken. En vaak heb ik dan nog wel tijdens die Vierdaagse 1 of 2 andere optredens. Vaak ook wel bij de Van Welderenstraat. En nu was het eigenlijk zitten en kijken naar wat we al op hadden genomen. Oké, maar dat was wel leuk dan. Dat was wel gezellig. Dat was het sowieso. Ik zag dat je ook een prijs had gewonnen of zo, was het toch? Ja, ik heb de, moet kijken of ik het goed uitspreek, de Honorary Award gewonnen van Zwolle Pride. De Zwolle Pride? Ja, in Zwolle. Ja, oh. Ja, de Zwolle Pride uit Zwolle. Ja, de naam zegt het al, ja. Lievert. En daar zijn ze vorig jaar mee begonnen. 3-4 dagen met een parade en allerlei misverkiezingen, feesten, partijen. Ook een stukje politiek. Ja. En de organisatie had vorig jaar de award uitgereikt aan Mayday. Een drag queen uit Amsterdam. Wie kent er niet? Mm-hmm. En dit keer was Maggie aan de beurt. Oké, en wat houdt dat dan precies in? Wat heb je dan gewonnen? Nou, ik heb in ieder geval een heel mooie award gekregen van Zwolle Pride. Mm-hmm. Dat grote zwarte ding wat ik vasthoud op de foto en de film. Ik weet niet of je het gezien hebt of wat je dacht, dat heeft ze nou weer in de hand. Ja, ja, dat ik zag dus een award. Inderdaad wel een mooie prijs. Staat er nu niet meer op natuurlijk, dat is alweer te lang geleden. Denk. Was het in je verhaal, toch? Ja, maar ook gewoon op Instagram en op Facebook. Kijk, ik ben daar heel trots op, dus dat ding dat programmeer ik de hele dag door natuurlijk. Ja, 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 ja. Oh ja, ik zie hem hier zo. Een donut. Staat ook een donut wereldbol. Ja, en er zitten inderdaad wat gekleurde elementjes in het... In de award. Oh. Dus daar ben ik heel blij mee, maar ook eigenlijk heel erg trots op. Het is de eerste keer dat ik wat gewonnen heb. Ja, 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 dat is hartstikke goed, toch? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Inderdaad, ja. Academy Award winner. Ja. Ik heb een nieuwe titel. wat zullen we doen, Maggie, trouwens? Want ik vind eigenlijk... Kijk, we hebben normaal een playlist hier staan, maar volgens mij houdt bijna niemand zich daar nou aan. Het is ook de laatste dag van die Vierdaagse. Ja. Dus wat zullen we doen? Heb je nu al een verzoekje? Dat je zegt van nou, laten we daar maar mee beginnen. Ja, nou, ik heb al wat verzoekjes. Maar laten we. Ik zie hem wel staan. Hij is al ingeprogrammeerd. Brabant van Guus Meeuwis. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Oh, echt waar? Waar dan? Dus... Waar vandaan dan? Os. Os. Oh, Os. Ja, zie je? Oh, ja, daar fluisteren. Maar daar heeft mijn wiegje ooit gestaan in een zwart-wit periode. Maar ik ben er al meer dan 30 jaar weg. En zou je terug willen nog naar Os? Nou, nog niet om doodgevonden te worden. Sorry, Os. Nee, dat is waar eenmaal. Ja, maar Brabant met Guus Meeuwis. Ja, ik had die erin gezet vanwege ook inderdaad de dag van Kuik. Het is eigenlijk een soort van rest in peace. Vierdaagse dag 4. Imke vond het net al een beetje dramatisch. Ik weet niet of je mijn vlogje van vanmorgen hebt gehoord op de radio. Nee, heb ik nog niet gehoord. Want ik woon officieel in Duitsland. Dus ik ben eerst begonnen met de WDR. En bij Wiegje kreeg ik pas jullie op de radio. Oh ja, ja, ja. Nee, ik had een vlogje gemaakt bij de Maaskade vanwege de dag van Kuik. Inderdaad, dat er allemaal toe. En er was gewoon niks te doen. En dat was al een beetje dramatisch. Heel dramatisch. Ja. Maar gaan we nou tot 10 uur lopen janken met elkaar? Of gaan we een feestje van maken? We gaan eerst heel eventjes huilen. Weg, hoor. En een beetje meezingen. Okay. Oh ja, meezingen. Oh, heerlijk. Heerlijk. Guus Meeuwis. Bravo.